Welkom bij een nieuwe aflevering van Brabant en Andere Zaken. En u zult denken van, zit hij nou weer in een kraan? Nou, inderdaad, we zijn deze week nog steeds te gast in Goes. Op de bedrijven Contactdagen, de Contacta 2013. De netwerkbus voor Zuidwest-Nederland, Zeeland en Vlaanderen. Ja, ik ben iets hoger gaan zitten in een vrij mooi apparaat hier. Daar zit ik ook niet elke dag in. Ik moest alleen de veiligheidsvoorwaarden moest ik een beetje in acht nemen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn gordel aan en ik zit veilig hierboven. We gaan eens op zoek hier op de contacten naar een aantal West-Brabantse bedrijven die nog wat interessants te vertellen hebben. En volgens mij gaan we als eerste naar twee dames van de Zoete Citroen, Judith en José Anne. Naast mij Judith Delien. Judith, hoe bevalt het hier op de beurs? Ontzettend goed. We hebben al heel leuke dagen achter de rug. Veel mensen zijn geïnteresseerd, helaas, omdat het heel veel mensen met ontslag te maken hebben of een reorganisatie. En het is geen leuke reden, maar als wij daar een zoete overwinning van kunnen maken, dan hebben wij hier een goede dagen gehad. Ja. Josianne, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja, we hebben hele leuke dagen en iedereen komt zo voor haar. Iedereen herkent het inderdaad wat Judith zegt. En dat is inderdaad heel jammer. Maar waar we wel naar op zoek zijn, is een organisatie die met een warm hart de reorganisatie doorvoert. We hebben een Performance Award die we graag uit willen reiken dit jaar nog. En wij roepen iedereen op die in een reorganisatie zit om de organisatie waar die voor werkt nu nog aan te melden. Als het een reorganisatie is met een warm hart, op een empathische manier gecommuniceerd, dan zijn wij heel erg geïnteresseerd. En op de beurs hebben we nog niet, gevonden. Nee, hebben we niet gevonden. Nou, dan komen we daar direct heel eventjes op terug. Ja. Want ja, ik heb natuurlijk al een rondje gelopen over de beurs en dan zie ik dat iedereen een vrij grote stand heeft. Jullie zijn hier op het West-Brabantplein en jullie staan bij ons, bij TVGZ, op het eiland, zullen we zeggen. Ja. Hoe bevalt het zo? Want jullie hebben een tafel, een paar vierkante meter. Nou, deze stand trekt een hele hoop mensen, dus wij hebben denk ik de beste plek hier te pakken. Ja. Plus, we zijn vrij om heel makkelijk met mensen contact te maken, dus wij zijn meer dan tevreden. Ja. Dus geen spijt dat je met TVGZ meegegaan bent? Nee, wij zijn heel blij dat jullie ons hebben uitgenodigd. Oké. Ja. Josianne, even terugkomend op het bedrijf wat jullie zoeken. Moet dat bedrijf gevestigd zijn in West-Brabant of mag dat ook uit Zeeland of Zuid-Holland komen? Nee, dat mag ook zeker. Zeker. Dat mag zelfs landelijk zijn. Ja. Wij zijn echt heel benieuwd naar die organisatie die dat echt met een warm hart doet. Als je nu een drietal zaken zou moeten noemen waar dat bedrijf aan moet voldoen. Noemt de drie belangrijkste kenmerken dan eens? Nou, het belangrijkste is dat je weet hoe je als organisatie je medewerkers, ook al moeten ze helaas weg, ambassadeur voor het leven kunt houden. Dus dat is heel belangrijk. Dat is in ieder geval kenmerk 1. Judith? En dan, eerlijkheid. Dus dat wat je belooft, dat je dat ook nakomt. En een goede communicatie. Als mensen weten waar ze aan toe zijn, dan scheelt al een hoop pijn. Je bedoelt dan de mensen, bedoel je mee de werknemer die ontslagen moet gaan worden? Precies. Ja. Het is heel vaak zo dat de reorganisatie soms maanden, soms wel een jaar van tevoren wordt aangekondigd. En vanaf dat moment zijn mensen al onzeker. Ja, dus, maar ik denk dan even verder. Die mensen zijn natuurlijk ook niet meer zo gemotiveerd om dat half jaar of dat jaar nog voor die werkgever te gaan werken. Nou, de meeste werknemers zijn heel trouw en heel loyaal. Dus dat is niet het probleem. Maar er zijn er ook die slaan gewoon stil. Die vallen stil. Door onzekerheid, door gewoon niet weten wat er gaat gebeuren. Waardoor je wel heel aanhankelijk en afhankelijk wordt. Het is eigenlijk een klein beetje vergelijken met de scheiding thuis. Ja, die kun je ook maar als je er dan van plan bent, dan kun je ook maar beter snel de knoop doorhakken. Ja. Ja, ja. Want dan kun je zo snel na het verdrieten, want dan moet je wel laten bezinken en dan moet je wel bij stilstaan. Ja. Maar als het dan zover is, kun je ook weer snel mogelijk de nieuwe draad oppakken. Ja, dat klopt ook helemaal. Ja. Nou, ik wens jullie nog een hele goede beurs. Ik zie al in het boek aardig wat namen staan van mensen die de e-mailadres hebben achtergelaten. Ja. Wat verwacht je hier op het einde van de beurs? Nou, heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij doen. Dus ja, ik hoop dat er mensen zijn die zeggen van, goh, wij willen met jullie in gesprek. Want jullie kunnen een hoop voor ons betekenen. Zowel op mentaal gebied als op vaardigheidsniveau. En dat je dan uiteindelijk echt het verschil op de arbeidsmarkt weet te maken. Want hoe val je op tussen 1700 reacties?
Nou, wij vallen even op, terug, Judith. Met de naam in ieder geval. Ja, met de naam. Ja, de zoete citroen. Het is alleen de citroen hier, man. Ja. Jullie hebben wel iets anders leuks. Ja. Wat jullie waren afgelopen vorige week ook nog bij Brabant Leeft. Bij Ad en Ton in het programma had ik jullie gezien. Ja. En toen hadden jullie gelukskoekjes. Wil jij ook een gelukskoekje, Ivo? Ik ben benieuwd wat er voor mij op staat. Een geluk? Ik ga er eentje pakken. Dus dan ga ik even grabbelen. Helemaal goed. Hier, Jan-Willem. Ik grabbel er even een koekje uit. Ja. Nou, Judith, hou jij even de microfoon. Praat het even vol. Oké. Okay. Zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat jou te wachten staat. Ja, ik ben... Bereid je voor op veelbelovende kansen. Oh. Hey. Nou. Dames, ik wens jullie heel veel succes hier nog op deze beurs. En ongetwijfeld komen we elkaar binnenkort in Breda of waar dan ook nog wel tegen. Perfect, dankjewel voor de gelegenheid. Dankjewel, Ivo. Okay. Ja, ook hier aanwezig op de contacten. Hoe kan het anders? Ja, Winnie Bogers. Winnie, welkom in Brabant Handelszaken. Dankjewel. Leuk dat je ook hier aanwezig bent op de contacten. Dat doe je met een bewuste reden waarschijnlijk. Ja, we willen ons graag laten zien. Ons motto is natuurlijk zorgen dat je gezien wordt. Dus dat doen we natuurlijk voor bedrijven in de communicatieproducten. Maar dan moeten we het zelf natuurlijk ook doen. Dan moet ik zeggen wat nou het mooiste referentie is. Dat je het niet zelf zegt, maar dat de klant het zegt. En ik ben klantenvaller van je. Oh, nou prettig om te horen, Martin. Ja, nee, echt grote complimenten zoals je tv gezet. Ook in de communicatiemiddelen die jij met jouw bedrijf, alles met textiel, hè, want dat staat jouw bedrijf voor, ons geleverd hebt. En geweldige service. Ere wie ere toekomt, grote complimenten daarvoor. Nou, dankjewel. We hebben het graag gedaan. Ja. Maar als je dat nu even terugziet, de diensten die jij met jouw bedrijf invult. Ik kom je overal tegen, bij NAC uiteraard, Oudo Brabant, bij de gemeente Breda, Roosendaal, te veel om op te noemen. Punt 1, wat is je werkgebied? Maar vooral, welke producten hanteer je zoal? Nou, als werkgebied is uiteraard natuurlijk de Breda's en het Brabantse. Maar wij zitten... Groot-West-Brabant. Ja, Groot-West-Brabant. Ja. En uiteraard ook een stukje Nederland verder en België en een stuk Duitsland. Ja. En dat doe je allemaal vanuit de Franse akker? Vanuit de Franse akker, ja. Ja, kom toch even terug op de diensten, want die heb je nog niet benoemd. Want jullie hebben vrij veel diensten. Ja, onze core business uiteraard is vlaggen, spandoeken en grote megadoeken. Die je op een gegeven moment inzetten voor zowel indoor als outdoor. Ja. En outdoor, dat is natuurlijk bekend. Maar indoor zie je gewoon dat steeds meer aan de orde komt. Onder andere zoals op de beurs. Iedereen wil zijn eigen steeds meer profileren. Ja, maar ook met vlaggen dan? Ja, maar dat wordt het ook. Dan wordt het iets anders genoemd. Dan wordt het banners of, of decoratiedoeken of standbouwdoeken genoemd. Ja, ja, ja. Als je nou praat over je producten, hè? Want ik ken je al jaren, je bent begonnen in de merchandising en dat verder uitgebouwd tot een echt een mooi bedrijf. Hoe zie je dat voor jezelf voor de toekomst? Want ieder bedrijf heeft zo zijn strategie. Hoe zie jij dat? Nou, luister, je ziet gewoon dat steeds meer bedrijven, zeker in deze markt nu, iedereen moet zich onderscheiden en steeds meer beter profileren. Dat merk je nu. Vroeger ging het allemaal natuurlijk vanzelf en nou zal iedereen zich heel duidelijk moeten laten zien. Dus eigenlijk vanuit de situatie, de soort crisis waar iedereen in zit, dat biedt eigenlijk kansen voor jou, voor jouw type bedrijf? Ja, duidelijk. Je ziet gewoon duidelijk dat mensen gewoon en bedrijven zich moeten laten zien. Ja, maar ondanks dat er toch een groeimarkt voor jou in zit, op dit moment zie ik je toch ook vrij actief bezig zijn met businessbijeenkomsten. Want Burgond is Breda, Brabants genoegen, BNI, ik kom je overal tegen. Ja, dat is duidelijk ook wat je moet doen. Je eigen laten zien. En als je eigen laat zien, dan koppelen ze dat product met jouw historie. Koppelen ze steeds meer terug. Dan denk je, hey, dan moeten we daar toch weer zijn. Want hij laat zijn eigen ook overal zien. Ik weet dat je van origine een aanvaller bent. Hè. Je wil graag aanvallen, recht op je doel af. Maar toch heb je toch als ondernemer een beetje ook af en toe die handrem erop. Want je wilt de risico's toch zo min mogelijk eigenlijk voor jezelf... Je bedrijf veilig stellen, want dat merk ik de laatste jaren duidelijk aan je. Hoe komt dat? Nou, dat typeer je heel goed, want vroeger, kijk, je hebt natuurlijk een grote organisatie. En vroeger was je natuurlijk iets wat iemand ingaf. Ook een beetje de jonge jaren. Ja, natuurlijk. Dan ging je als een rots in de branding, pad, boom. Maar nu heb je heel veel mensen die je moeten kunnen volgen. En je moet een bedrijf verleiden. En dan kun je niet zomaar fictief bam er bovenin gaan. Ja, maar we moeten kunnen volgen, want dat is een interessante, denk ik. Dus jij zegt, af en toe het baasje gaat soms te hard, heeft te veel plannen en die gaat met 110 kilometer over die snelweg heen. En dan, je organisatie moet mee kunnen, dat zeg je eigenlijk. Ja, duidelijk.
dat moet je hebben, want anders je kunt het niet meer alleen. Maar jij werkt ook met veel toeleveranciers? Ja, uiteraard. En die moeten natuurlijk datzelfde beeld kunnen vertalen hoe jij denkt en wat je wil hebben. En dat is weer het voordeel ten opzichte van vroeger. Want toen liet je het heel snel, had je maar enkele producenten. En nu heb je veel meer producenten en die moeten natuurlijk daar helemaal in mee kunnen gaan. Dat service element, dat staat bij jou hoog in het vaandel. Ja. In jouw vlag, mag ik wel eens zeggen. Ja. Dat eis je ook van je toeleveranciers? Ja, uiteraard. Dat is gewoon één. En dat moet ook zo zijn, want anders kun je het allemaal niet behappen en niet te werk stellen. En wat ik heel leuk vond, Benny, bij klanten vertellen, dat is onder andere ook een bedrijf wat jij hebt ingeschakeld, ik ken het. Daar kwam je gigantisch goed uit, hè? Voor de kijker. Dat is eigenlijk, de klanten vertellen eigenlijk wat ze van jou vinden als bedrijf. En dan krijg je een ranking op. En dat was 8.6 zelfs. 8.6. Ja. Dat is een gigantisch hoog aantal. Ja, dat is eigenlijk boven onze verwachting. Ja. Maar ja, de klant spreekt. Ja, nou, dat is iets om trots op te zijn. Ik dank jou voor dit interview. Ik wens je veel succes hier op de beurs. Het is vandaag begonnen en morgen gaat het los, hè, zo wat de Duitsers zeggen. Ja, nee, het gaat echt goed komen. Je ziet nu wat er nu al komt en de verwachtingen zijn hoog gespannen. En iedereen weet dat je zijn eigen moet profileren, dus je moet ook hier zijn. Oké. Okay. Hey, bedankt voor het interview en, okay. En we gaan er dadelijk indringen. Oké, okay, dankjewel. Hè. Ja, op de beurs komen we natuurlijk van alles tegen. Ik zou bijna zeggen de zuster. De dokter dan, liever. Want dan had ik een ander pak aan gehad als ik verpleegster was geweest of zuster. Okay. Maar wij zijn de internetspecialisten voor vandaag. Ik had eerder gedacht, het is allemaal makelaardij wat jullie hier laten zien. Nee. Roosendaal Zaamslag, nou ken ik Zaamslag toevallig, ja. Naast de Neuzen. Klopt. Mega klein dorp. Ja, we zitten in het hart van Bruisend Zaamslag. Ja, ik ken het dorp. Ja. Ik ken de Gebroeders van Westen. De Gebroeders van Westen, nou, daar hebben we net een heel leuk project mee gerealiseerd voor SAVO, ondernemersvereniging die 65 jaar bestaat. Ik heb het gezien. Loyaliteitssysteem en dergelijke, dat was een top samenwerking. Oké, okay. Ja, ze waren hier afgelopen dinsdag nog in ieder geval. Ze waren hier ook inderdaad nog even bij ons in de stand, dus een hele leuke samenwerking. Hoe is de beurs? Goed. Ja, ja, wij doen voor de eerste keer mee, dus wij zijn echt nieuwkomers hier, maar super. Ik denk wel dat je iets actiefs moet doen om de mensen in je stand te krijgen, maar met onze gezondheidsscan lukt dat uitstekend. En wij zijn er volgend jaar weer bij. Het leuke van zo'n contact is als je weer het West-Brabantplein oploopt, dat je toch weer allerlei bekenden tegenkomt. Hallo. Kijk eens wat we hier zien. Een taartje van Klikker Inzet Campagnes. Leg even uit. Wij zijn een internetbedrijf die ervoor zorgt dat websites beter vindbaar zijn. Dus we optimaliseren op inhoudelijk niveau, ook technisch niveau. We zetten social media in en betaalde resultaten. Zoek resultaten in Google. Je klinkt Brabants en niet Zeeuws. Ja. Dus waar komt het bedrijf vandaan? Het bedrijf zit in Etten-Leur. Oh, dat is dicht bij ons in de buurt? Ja, dat is dicht in de buurt inderdaad. Ja. Dan denk ik dat die taartjes wel zullen smaken. Ja, dat denk ik ook. Ze komen uit Etten-Leur. Oh, je komt van de Leur of van Etten? Van de Leur. Oh, van de Leur. Nee, dan... Of Elias, om even precies te zijn. Oh, bij Mark. Ja. Oké, okay. Nou, die ken ik toevallig ook. Nou, helemaal goed. Je zit ook in Prinsenbeek. Ja, precies. Ja. Dat is je lekker taartje. Ik heb er wel zin in. Nou. Welke zal ik nemen? Deze. Deze oranje. Althans, roze is die. Roze. Ja, Willem, wil jij er misschien ook eentje? Anders even de logo's erbij. Kijk, hij neemt er ook eentje. Nou, ik wens je nog een goede beurs en doe Mark de groeten. Dat zal ik doen, hè? Smakelijk, hè? Oké, dankjewel. Ja, en op de beurs, Jan-Willem, ja, je ziet het wel. We krijgen ook wel wat te eten en te drinken. Dus we gaan dus lekker genieten. Logistic Force ook een lekker gebakje. Bij wie? Bij Logistic Force. Oh, die komen we ook nog even halen. Logistic Force, die hebben we vorige week bij ons in het programma gehad, Mark Mulders. Wij gaan hier even van genieten. En we gaan even kijken, want volgens mij had Martien ook nog een gast uit West-Brabant op bezoek. Ik sta hier op de contacten nog steeds en wel bij twee bijzondere ondernemers. En hier zit de initiatiefnemster van echt een prachtig bedrijf. Het ondernemingsloket, dat vraagt om toelichting. Allereerst Marian van Oort, hè? Ja, klopt. Of Marian Oort. Marian Oort, om beter te zeggen. Marian, leg eens even voor de kijker uit wat het ondernemingsloket eigenlijk, hoe jij op de gedachte bent gekomen. Nou, een hele hoop ondernemers hebben gewoon een hele hoop vragen en problemen waar ze niet 1, 2, 3 uit kunnen, geen oplossing voor weten.
En eigenlijk zijn we op een gegeven moment op het idee gekomen van, nou, als we nou allerlei ondernemers bij elkaar kunnen brengen met diverse disciplines en we kunnen dat koppelen, zodat we gewoon onder één loket alle diensten aan kunnen bieden die een ondernemer nodig heeft, zou dat een hartstikke mooi verhaal zijn. En ja, dat is eigenlijk gelukt. Als je dan praat over het loket, zit fysiek aan de boulevard in Roosendaal. Klopt, boulevard 27, ja. Maar je bent, sinds wanneer ben je daarmee gestart? Het loket is eigenlijk open gegaan op 1 oktober. Natuurlijk hebben we daar natuurlijk wel de voorbereiding aan gehad. En ja, een aantal bedrijven zijn met de start van het ondernemersloket ook zelf van start gegaan. Een aantal draaien natuurlijk al een x-aantal jaren. Mm-hmm. Hey, we zijn gewoon nu gewoon gestart en we bieden het gewoon lekker aan. En we hopen dat het goed gaat lopen. Zeg eens wat leuks vertellen. Mm-hmm. 1 oktober zeg je toch? Ja, klopt. Nou, wij zijn ook 1 oktober gestart met de WGZ. Dus dat moet iets moois zijn. Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Hè? Nee, maar even kijken naar het type bedrijven. MKB'ers, ZZP'ers, die kunnen eigenlijk bij jullie terecht. Ja. Die hebben heel veel vragen, heel veel problemen. Dat kan je nooit allemaal alleen doen. Nee, klopt. Alleen lukt dat natuurlijk niet. Maar we hebben gewoon een aantal partijen die er eigenlijk altijd zijn. En we hebben dus gewoon een aantal partijen waar we gewoon op terug kunnen vallen in geval van specifieke vragen. Bijvoorbeeld een jurist of een iemand die fiscaal advies kan geven. En ja, zo zijn er natuurlijk een hele hoop dingen die je maar eens in de zoveel tijd nodig hebt. Maar we hebben ze wel waar we op terug kunnen vallen. Dus die outsourcer die zoek je dan gewoon bij je om die vraag te kunnen beantwoorden? Ja, we hebben dus gewoon een aantal partijen benaderd. En ja, goed, eigenlijk is iedereen heel enthousiast en wil ook graag meewerken. En dat is gewoon heel leuk natuurlijk. Ja. Nou heb je in het voorgesprek tegen mij gezegd dat je dus inderdaad meerdere bedrijven aan kan. Maar daar zit natuurlijk ergens een grens aan. Want ik kan me zo voorstellen dat heel veel MKB'ers met heel veel vragen zitten. En eigenlijk het stormloop is op je loket. Nou, nog niet, maar we hopen wel dat dat gaat komen. En ja, we hebben natuurlijk gewoon best wel ook reserve mensen. Dan we zeggen van, nou goed, mochten we het zelf niet meer aankunnen, dan kunnen we ook daar een beroep op doen. En dat is natuurlijk best, dat is het voordeel van het netwerken wat je in het verleden hebt gedaan eigenlijk. Ja, en nou, de oplettende kijker die heeft natuurlijk ook gezien dat een gast naast jou staat. En voor jou geen onbekende, want jij hebt in de boekhouding gedaan. En eindelijk is het idee ontstaan toen jij dus inderdaad voor Marcel Terellen, want zo heet jouw collega naast je, eindelijk begonnen ben, hè? Ja, nou, ik doe natuurlijk voor een aantal bedrijven doe ik de boekhouding, voor onze salarisadministratie. En ja, je komt dus iedere keer een hele hoop dezelfde vragen tegen. En voor hem doe ik dus al jaren eigenlijk de boekhouding. En ja, zo door de vragen kom je op een gegeven moment dat je zegt van, goh, je moet toch al mensen gaan zoeken omdat je niet alles zelf kan beantwoorden. Ja, en zo komt eigenlijk op een gegeven moment komt het een beetje in de stroomversnelling. Ja. Ik wens jou heel veel succes met het ondernemersloket. En, ja, zeker. En ik ga naar jouw buurman toe, dus in dit geval Marcel Terellen. Welkom van Euromessage, want zo heet je bedrijf. Het bedrijf heet Euromessage. Een bedrijf, klein bedrijf. Positioneer ons als midden- en kleinbedrijf. Jarenlang klant bij Marian. En gespecialiseerd in alarmering en persoonlijke veiligheid. Ja. Maar die alarmering, hè, want dat vraagt eerst, dat was de eerste stap. Een groot woord betekent heel veel, want alarmering is een ruim begrip. Leg de kijker eens even uit wat er zoal onder valt, Marcel. Nou, wij zijn heel specifiek aan alarmering voor bedrijven. En dan praat je over bijvoorbeeld bedrijfsbrandweer, bedrijfsbeveiliging, bedrijfs-EHBO. Dan praat je over klanten met bijvoorbeeld fabrieksterreinen, soms chemische terreinen. Maar ook klanten als bijvoorbeeld de Raad van State die heel veel waarde hecht aan beveiliging. Die willen niet alarmeren over gewone kanalen, niet over standaard gsm, over standaard apparatuur. Ja, want het moet betrouwbaar zijn, hè? Want dat is het belangrijkste met alarmering. Ja, 100% betrouwbaar, dus bij voorkeur over twee kanalen. We hebben een eigen semofonienetwerk in Nederland, eigen zenders. En daarnaast kunnen we ook combinatie alarmeringen maken met e-mail, sms in combinatie met een semofoonontvanger. Maar hoe garandeer je nou jouw klanten dan die maximale veiligheid? In principe, een semofonienetwerk is zo opgebouwd dat het helemaal autonoom is en altijd een gegarandeerde aflevering kent. Maar daarnaast hebben een aantal alarmontvangers ook de mogelijkheid om terug te melden dat je het bericht gelezen hebt en ontvangen hebt. Dus dan weet je 100% zeker dat het ook aangekomen is. Dan even het bruggetje maken naar de persoonlijke beveiliging. Ja, dat is helaas in 2013 komt steeds meer aan de orde. Ja, het komt steeds meer aan de orde. Vooral mensen die alleen werken. Praat ik over monteurs, maar ook bijvoorbeeld over mensen die in de zorgverlening doen en die 's avonds en 's nachts op pad moeten. Zeker als je praat over monteurs is er vanaf de Arbo een stukje wet en regelgeving. Die moeten eigenlijk een toestel bij zich hebben met een alarmknop waarbij ze alarm kunnen slaan. Ja. Er zijn zelfs regels dat als ze alleen werken en ze vallen om, dat er automatisch een alarm moet afgaan.
Als je praat over zorgverleners, nou, je kunt je voorstellen als je 's avonds op de fiets naar een oudere toe moet om zorg te doen, ja, dan voel je niet zo prettig. Is het prettig als je een apparaat bij hebt waarmee je heel makkelijk een alarm kunt geven. Ja, absoluut. Maar die applicaties, die zijn, dat is gigantisch hè, daarbij. Ja. Maar, hoe bevoorraad jij dat? Waar haal jij je kennis en kunnen vandaan? Wij zitten al heel veel jaren in deze markt. Als je praat over persoonlijke alarmering, doen wij dat al vanaf 2004. Met specifieke producten, specifieke applicaties. En semafonie ontstaat al 2000 in Nederland en bestaat al vanaf dat moment. En in 2012 heb ik in het voorgesprek, heb je dat gecombineerd? Ja, 2012 hebben we het gecombineerd. Er is eigenlijk Euromessage ontstaan als een combinatie van persoonlijke alarmering en persoonlijke veiligheid. We laten dadelijk de kijker even een aantal apparaten zien. Maar van waar nog even een slotvraag. Waarom heb je die combinatie gemaakt, Marcel? Omdat je aan de ene kant als iemand een alarm geeft, wil je ook zeker zijn dat iemand anders het kan ontvangen. Dus feitelijk sluit ik daarmee de cyclus. Een zorgverlener die op een alarmknop drukt, moet zeker weten dat iemand ergens het bericht weer ontvangt. Ja. En dat is dan eigenlijk wat we net zeiden, het alarmeren. Eigenlijk heel logisch. Eigenlijk heel logisch, maar het heeft even geduurd voordat we het snapten. Ja, dat snap ik. Ja, maar het vraagt ook heel wat kennis, hè? Ja, het is een hele grote combinatie en het vereist een heleboel techniek om dat goed te doen. Dat klopt. Nou, heb ik net van Marianne begrepen dat eindelijk door jou zij op het idee is gekomen van het ondernemersloket. Jij blijft klant bij haar. Ja. En wij hebben ook nog steeds vragen voor haar. Ja? Iedere keer bedenken we ze weer. En ze lossen op, hè? En iedere keer komt ze met een antwoord of met een partner die het kan invullen voor ons. Dat is een pittige tante. Ze moet zo doorgaan. Oké, nou namens TVGZ en de kijkers wensen wij jullie beiden heel veel succes. Jij zeker met je nieuw startende bedrijf en jij met de verdere uitbouw van je prachtige bedrijf. Dankjewel. Bedankt voor jullie deelname aan BNZ en nog veel succes op de beurs. Dankjewel. Op de contact, daar kom je ook bedrijven tegen uit het echte West-Brabantse. Een oude bekende van mij, Corné de Krom uit Halsteren. Dag Ivo. Ja. Hoe is die? Dat is even lang geleden, hè? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Als ik nou even terugdenk, dan ben ik volgens mij met een aantal Renault Clio's bij jou wel eens geweest. 10, 12 jaar geleden, om die te beletteren. Ik denk dat zelfs nog langer geleden is. Ik denk een jaar of 14 inderdaad. Ja. Die heb jij nog opgezocht? Ja, die heb ik nog opgezocht toevallig, ja. Nee. En je zit nog steeds met bedrijven in Halsteren? Ja, nog steeds wel op hetzelfde terrein. Inmiddels wel een tweetal keren verhuisd. We hebben een jaar of 3, 4 geleden hebben een compleet nieuw pand weggezet. En daar zitten we nog steeds. Goede uitvalswegen. En binnenkort natuurlijk richting Rotterdam. We opereren sowieso al wat landelijk. Dus is het wat makkelijker voor de aansluiting. Richting Zeeland, Antwerpen, Rotterdam, Breda uiteraard. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Verwacht jij nou met die komst van die nieuwe A4 langs Steenbergen zo naar Willemstad, dat jij ook wat meer die kant op gaat werken? Ja, we doen dat nu al wat meer, maar ik denk sowieso, ze verwachten wat nu Roosendaal zeg maar een hoofdader is richting Moerdijk, dat gaat natuurlijk dadelijk gewoon veranderen. Ik denk dat ze de overschatting hebben dat de weg die dadelijk daar langs gaat lopen ontzettend druk gaat worden vanuit Antwerpen richting Rotterdam. Ja, dat wordt gewoon een hele drukke ader. En ik denk dat we daar toch wel de nodige problemen krijgen. Maar dat maakt niet uit. Er wordt ook natuurlijk nu bedrijventerrein ontwikkeld. En waar wij dan weer op in kunnen springen. Dus wat dat betreft, denk ik dat ze er een goede zet mee doen voor ons. Ja, Corné, jij houdt jezelf niet bezig met de wegen. Want die A4 die wordt wel een belangrijke ader in het West-Brabantse. Ja. Maar jij zit nog steeds in de reclame. We zitten nog steeds in de reclame. We hebben het eigenlijk ook een stuk uitgebreid. We hebben naast de gewone reclametak, zeg maar, dat we beletteringen, autobeletteringen, reclameborden, dat soort zaken. Hebben we ook een lichtreclametak erbij. En dat floreert op het moment eigenlijk buitengewoon goed, ondanks de recessie. Maar ja, dat trekt steeds meer aan en dat doen we dus vandaar dat ik nu ook eigenlijk met dat wat meer naar buiten wil komen. Om dat ook wat meer richting Breda en omstreek wat meer bekendheid te krijgen. Ja, vroeger waren natuurlijk allemaal de zogenaamde TL-bakken en dat soort dingen. Dat is tegenwoordig denk ik allemaal over op LED. Ja, het grootste gedeelte is eigenlijk overgestapt. We hebben in het begin nog met PL-verlichting gewerkt in de verlichte doosletters, zeg maar. Dat is qua stroomverbruik natuurlijk is dat ook weer achterhaald en tegenwoordig is het gewoon allemaal LED, alles wat de klok slaat. Qua stroomverbruik is dat gewoon een stuk minder. Levensduur is natuurlijk vele malen verbeterd. Je hebt er gewoon veel meer mogelijkheden mee om het te doen, dus ja, dat is op het moment ver hot.
Dan heb je hier een mooie banner meegenomen, hier op de Contacta in Goes. Ja. Ja, een bekende van ons staat hier ook nog op, hè? Ja, klopt. In Breda. Dat is eigenlijk, via een bekende van jou zijn we er ook weer mee in contact gekomen. Ja, toevallig dat nu eigenlijk op de banner staat, maar het slaat... Ja, het is geen toeval, want het is een beetje dubbelzinnig, hè? Ja, het is een beetje dubbelzinnig. Het kan ook op ons slaan. Jij weet nu toevallig dat het ook van de Kapsalon is, uit Breda. Dus dat maakt het even extra leuk. Ja, ik denk van nou, ik ga natuurlijk niet zonder reclamemateriaal voor de camera. Dus ik denk, nou, dan neem ik het gewoon mee. Ja. Corné, als je nu kijkt naar 15 jaar reclame, ja. wat is er in jouw idee het meest veranderd? Ik denk de digitale ontwikkeling is behoorlijk hard gegaan. Als je ziet, toen ik eigenlijk startte, en dan praat ik echt, want voordat ik voor mezelf begon, zat ik ook al in de reclame. Toen deden we eigenlijk nog alles handmatig. Dus ook de letters snijden, het projecteren op een achtergrond van een logo, dat werd allemaal met de hand gedaan. Nou, dus natuurlijk de computer is in opkomst gekomen. Maar als je ziet hoe dat de laatste tijd, vooral de programma's, maar ook het digitale gebeuren, hoe dat zich versneld heeft, dat gaat ontzettend hard. Ja, ook qua snelheid van printen, want we hebben dan ook een voetkolommachine staan. Ja, die snelheid, als ik een jaar geleden een machine had gekocht, was nu alweer te langzaam. Dus wat dat betreft... verandert er heel veel en heel snel. Nee, tot slot. Wat ik zie hier ook nog een speld. Ja. Je bent ook lid van de VOC. Ja, klopt. Ik ben ook sinds een jaar nu eigenlijk lid van het VOC. We hebben elkaar eigenlijk, want wij stonden vroeger altijd op het rekencentrum beurs gebeuren. En ja, daar waren wij altijd bij betrokken. En daar heb ik eigenlijk het VOC leren kennen. En daar zag ik altijd van allerlei uitspattingen. Ik denk van nou, dat is op zich een leuke club. We doen graag een borreltje op het Ginneke. En dan kom je ook regelmatig die ondernemers tegen. Dus wat dat betreft had ik zoiets van ja, ik kan niet achterblijven om mijn eigen daar ook bij aan te sluiten. En het is gewoon een super, super gezellige club. Ja. Nou, de meeste leden van de VOC die komen denk ik toch wel uit Breda in omgeving. Dus ja, ik vind het wel apart dat een ondernemer uit Halsteren, ja. Hè, ja. Met toch een knipoog richting Berg op Zoom, lid is van een club in Breda. Ja, er zijn wel een aantal meerdere leden die van buiten de regio komen. Maar ik denk het verste dat ik inderdaad zal zijn. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik mij heel graag op het Ginneke begeef. En een liefhebber van Breda ben. Ondanks het feit dat ik dus uit Bergen was, zeggen ze altijd van Bergen op Zoom zijn chauvinisten. Nou, pertinent niet. Ah, dat heb ik niet gezegd ook. Nee, maar dat wordt... Ik heb vroeger altijd op school gezeten en ik heb er een leuke tijd gehad. Gelukkig, maar het wordt altijd wel zo gebruikt. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar daarom zeg ik van nou, Breda gaat boven alles. Ja. Als dat mijn vrouw had gelegen, hadden we er gewoond. Contact daar hier in Goes ook nog Pim van Bennekom. Ja, Pim, eigenlijk moeten we jou wel heel erg bedanken, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ja, ja. Want alle gasten die wij in het programma hebben gehad de afgelopen twee weken, een x-aantal ervan heb jij met je taxi vervoerd. Ja, die hebben wij met heel veel plezier hier naartoe mogen vervoeren. Waaronder deze auto hier dus is blijven staan. Ja. En daar zijn we heel tevreden over. Ja, wij zijn er heel erg blij mee, want onze klanten die waren heel erg content hoe ze bij jou in de taxi werden ontvangen. Ja, voor ons is het, elke klant is een speciale beleving. En we willen toch die beleving meegeven van een Italiaanse auto, maar ook van taxi-fans. Ja, het is een Lancia. Ja. Een van mijn merken, waar ik, het is Alfa Romeo of Lancia. Van waar de Lancia? Het is voor mij een droom geweest om deze auto te kunnen kopen. En met toeval, want als taxi was ik op zoek naar een geschikte auto. En ik kwam met toeval deze tegen. En ik was gelijk verliefd op. En ik heb een beetje Italiaanse smaak. En dat... ja, ik heb er straks heb ik er al in gezeten, maar toen waren we jou nog kwijt. Ja, ik was, de auto valt natuurlijk enorm op. En mensen nodigen ons ook uit om een praatje te maken bij de stand van bij Contacta. En dat vind ik natuurlijk heel leuk om ook bij hun te komen kijken. Want de auto is niet alleen ik, maar ook de anderen die van ons gebruik maken. Ja. Een aantal weken geleden was jij bij ons op de studio in Breda. Ja, klopt. Kwam jij met de wethouder aangereden? Ja, daar mag ik niet heel veel over zeggen. Maar ik ben de privéchauffeur van een wethouder. En dat doe ik ook met heel veel plezier. Alleen helaas mag het niet in de Lancia, maar wel in de dienstauto van de wethouder. En dat doen we dus regelmatig. Privédienst, dus chauffeursdiensten eigenlijk op zich. Als mensen met een eigen auto toch willen rijden met chauffeur. Nou heb ik een beetje gekeken wat jij met taxifans samen doet. En ja, privéchauffeur met eigen auto, ja, is dat hot? Het begint nu te komen, want vaak is toch taxi is erg duur.
daar staat het bekend om. Hè. Je praat over een taximetertarief, dat doen wij niet aan. Dus wij maken van tevoren afspraken met de klant. Maar een privéchauffeur betaal je gewoon per uur. En dan weet je ook wat je per uur kwijt bent. En bij een taxi weet je dat eigenlijk niet. Verder ben je ook de juiste persoon om mensen naar Schiphol te brengen volgens mij? Ja, nou, we doen mensen naar Schiphol, vooral ook Eindhoven Airport. Want Brabant Zeeland zit dichterbij Eindhoven Airport en Zaventem, dus België. En daarnaast, wat u dus ook hier ziet, speciaal cruisevervoer. Dus mensen naar een cruise-terminal brengen in IJmuiden of Rotterdam, dat doen we heel veel. Als we nou met 8 mensen zijn, heb je dan een busje of gaat het allemaal in die Lancia? Ik doe mijn best om het in mijn Lancia te krijgen, maar dat krijgen we helaas niet voor elkaar. Althans, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. We hebben daarnaast een bus, een Volkswagen bus. En dan moet u bedenken dat het een grote bus is met 8 personen en wat luxere bekleding. Maar wij vinden het heel belangrijk dat de klant koning is. Okay. Pim, je hebt nou 3 dagen hier samen met ons op de contactdag gestaan. Volgens mij was het nieuw voor je. Het was voor mij nieuw. Meestal doen we alles online. En nu zijn we echt in het echt hier op de beurs gekomen. En ik heb toch heel veel leuke mensen leren ontmoeten. Ook ondernemers uit Zeeland. En wij zijn nog niet zo heel bekend in Zeeland. En dat willen we graag. De meeste keren dat ik hier voorbij kwam, was jij footsie verdwenen? Ik was inderdaad heel vaak weg. Want de auto die duurt eigenlijk zelf al. Hè, met mooie flyers erop. En ik zat regelmatig hier. Maar ik kan even de stoep afblijven. Dus ik ga vaak een rondje lopen om ontmoeting in te doen. En vooral met events. Dus eventsbureaus en andere zaken. Wat bij mij heel belangrijk is, maar ook heel leuk is om dat te zien. Wat de ondernemers in Zeeland allemaal hier doen. Okay. Pim, tot slot. Als wij volgend jaar hier weer staan, want de contact daar is elk jaar hier in de Zeelandhal in Goes. Kunnen we dan op jouw steun weer rekenen? Dan kunt u zeker op mij steunen, Erik. En dan zal ik misschien wel met 2 auto's hier staan. Maar we doen ons best om u weer van dienst te kunnen zijn. Nou, zoveel plekken hebben we ook niet, Pim. Nou, ik weet niet of je het hier gezien hebt. Iets meer plek. Oh, neem dan 2 kleine autootjes mee. Dan, ja. 2 van die minis, dat is ook misschien wel mooi. Dat zou wel leuk zijn, ja. Okay. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar hier op de beurs. We mogen nog een paar uurtjes hier in Goes. Het is hartstikke druk eigenlijk alle dagen geweest. Voor ons en ik denk ook voor jou een goede beurs geweest, hè? Ja, ik heb er veel plezier in gehad. En we hebben best goede klanten aan overgehouden, moet ik wel eerlijk bij zeggen. En deze auto kennen de mensen nu een beetje. En ik hoop volgend jaar dat er nog meer reacties op komen. En dat sowieso reacties opkomen op de auto. Ja, eigenlijk kun je bepaalde bedrijven niet missen op zo'n contact daar hier in Goes. Holiday Inn Express, ja, volgens mij moet ik eens zoeken in de buurt van Moerdijk. Ja, dat klopt. In de kom van de A16 en A17. Ja. Maar dan vraag ik me dus af, wat doet een hotel, dat soort ondernemingen op een bedrijvencontactdagen in Zeeland? Nou, wij hebben hele mooie vergaderzalen en dat proberen we hier toch wel ook te promoten. Okay, het gaat goed. Want de beurs is bijna afgelopen. Ja, we hebben een hele succesvolle beurs gehad. Echt leuke contacten gelegd. En dat is toch eigenlijk wat we hier doen op de contacta. Ja, contacten leggen. Ja, jij bent een beetje de overal manager volgens mij, want jullie hebben meerdere hotels. Hè? Ja, klopt. We hebben ook nog Trivium Hotel in Etten-Leur. En Hotel Het Witte Paard en Hotel Huis ten Bosch in het centrum van Etten-Leur. Dus het is allemaal een beetje wel gesitueerd in en rondom Etten. Ja, en dan nu sinds kort Moerdijk erbij. Ja. Hoe bevalt dat? Want het is toch wel een heel uitstapje. Ja, dat is leuk. Weer een andere formule die we er draaien. En bevalt ontzettend goed. Ja, hartstikke leuk. Leuke uitdagingen. Nog een paar uur. Ja. Bij dat voorbij is of zeg je van nou, ik kan er wel een dagje hier extra kunnen staan? Een extra dagje? Ja, prima. Ik doe er nog wel één. Ja. Geen probleem. Nee hoor. Moet je veel mee naar huis nemen of heb je veel weg mogen geven? Mooie mokken weg. Mooie mokken mogen weggeven. En er zit ook nog wat in. Dus dat is hartstikke goed gegaan. Okay. Ja. Gelukkig is water. Ja, het is water, ja. Okay. Ja, na 3 dagen contacta in Goes vraag ik me toch af wat die post-it briefjes hier allemaal doen. Dus dan gaan we eens eventjes, gaan we toch eens even vragen, Jan-Willem. Dames, jullie lopen al 3 dagen hier op deze beurs rond. Mag ik wat vragen? Ja. Ja? Ik ken die briefjes. Nou hebben ze gisteren tegen mij gezegd, volgens mij als je er eentje lostrekt, dan ben je ze allemaal kwijt. Nee. Oh niet? Nee, dat is niet waar. Het is al getest. Nou ja,
Ze zijn... Ja, niet dat ik er eentje los ga trekken hoor. Denk dat snap niet. Ik. Ze zijn vastgeplakt met lijm. Dus okay. Je kan er eentje loshalen en dan blijft de rest gewoon zitten. Okay. Het grappige is wel dat jullie erg opvallen. Ja? Ja. We hoorden net inderdaad al dat de hele beurs over ons praat. Ja, ja, ja. Wij ook. Dus ik denk, we moeten ze even volgen. En even ja, terug. Even wat. Want jullie zijn niet van die post-it briefjes, nee, hè? Van Staples zijn we. Ja. Ja. Ja, je hebt je hand ervoor, maar voor onze kijkers, halve finalisten Miss Wellness en Beauty. Ja, klopt. Ik doe mee aan een verkiezing die te maken heeft met de wellnesssector. Ja. En daar ben ik heel trots op en ik hoop de finale te halen. Maar volgens mij worden dat soort verkiezingen niet zo vaak gehouden, of is het iets nieuws? In Nederland is het iets nieuws inderdaad. Het is de eerste keer dat ze het hier houden. In België is het al 4 jaar bekend. Dus ik ben heel blij dat Nederland daar nu mee even vertrouwd raakt, zeg maar. Ja. Ja. Leg maar eens uit, u gaat zo'n verkiezing, hoe zit het in elkaar? Wat moet je allemaal doen? We zijn met 20 halve finalisten en wij moeten dus allerlei opdrachten doen, organisatietechniek, van alles eigenlijk wat met de wellnesssector te maken heeft. En dan 1 december gaan we naar de halve finale. Daar worden 10 kandidaten vallen daar af en dan blijft er 10 over en dan die gaan naar de finale. En wie het kroontje krijgt, die gaat een jaar wellnessambassadrice worden. Als ik aan jou nou vraag waarom mensen naar een beauty of een wellnesssalon moeten gaan, wat zou je daar dan over zeggen? Nou, ik ben zelf geen 20 meer en ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf blijft verzorgen. Wellness is natuurlijk een heel breed begrip, dus daar hoort onder andere verzorging bij, dus uiterlijke verzorging. Maar ik denk ook dat het veel verder gaat en dat het ook eigenlijk start bij de psychologische kant, zeg maar. Okay. Dus het is heel breed, ja. Het is heel breed, ja. Ja, als je in Zeeland bent op een beurs in Contacta, ja, dan kun je eigenlijk iets typisch Zeeuws kun je niet ontlopen. Hè? Nee, dat kan zeker niet. En wij promoten Zeeuwse producten. Zoals u ziet hebben we hier oesters. En wij doen ook mosselen. We doen ook heel soms doen we kreeft. Maar vooral oesters en mosselen. En dat doen wij op locatie. Wij steken uw oesters open. Wij koken uw mosseltjes. En daar zal u van genieten als u een keer bij ons komt proeven. Deze dagen mogen we ze lekker uitdelen voor de mensen die hier op de beurs staan. Het is gewoon geweldig lekker. Ik zou je vertellen, je staat wel tegenover een liefhebber. Tegenover een liefhebber? Ja, van oesters. Ik ben er wel gek op. Dus u wil straks een oestertje van mij? Ja, wel een lekker oester van jou hebben. Even, wat is er zo uniek aan een oester? Nou, de smaak van een oester is zeer uniek. De smaak is eigenlijk niet te omschrijven. Dat noemen ze umami. De smaak is niet te omschrijven, van de platte oesters tenminste. De Zeeuwse kreuzen die zijn echt zilt, echt zout. Maar de platte oesters die zijn eigenlijk heel onbeschrijfelijk van smaak. Okay, wat is het verschil tussen die Franse oester en die Zeeuwse oester? Nou, de Zeeuwse oester die heeft toch wat echt Zeeuws karakter, echt Oosterschelde karakter. En de Franse oester heeft wat minder, die hebben ook een hele andere smaak. Echt, dat zou je moeten proeven om het te kunnen weten. Dan gaan we een keer doen bij ons in het programma Spijs en Wijnen. En dan gaan we jou een keer uitnodigen. Dat lijkt me wel een keer gezellig. Jij gaat hem eventjes openmaken en voor mij prepareren. Want er moet nog wel iets gebeuren, hè, voor ik die oester kan eten, toch? Ja, je moet hem altijd wel goed opensteken. Je moet hem eerst lossteken. Ik zal het even voordoen. Ja, er zit maar één plaatsje waar je dat kan doen, hè? Ja, je kan hem ook hier aan de zijkant oversteken. Maar de meesten doen het zo, die steken hem hier van achter, steken ze hem erin, draaien ze hem een kwartslag rond, dan gaan ze naar voren, langzaam wringend, snijden ze hier de sluitspier los en dan is die zeg maar open. Dan moet die van onderen moet die ook nog losgesneden worden en dan draaien we hem nog om voor het mooie zicht. En dan voor de smaak doen we er een beetje citroen op, voor de liefhebbers van een beetje citroen. En een klein beetje peper. Is dat de pepermolen? Dit is de pepermolen. Zal ik hem vasthouden voor jou? Dat is misschien anders, hè? Een klein beetje peper. Ja. En dan mag u hem proeven. Nou, kijker, daar gaat hij. Heerlijk is die.
Heerlijk. Deze oesters zijn van Prins en Dingemans, hè? Ja, deze oesters zijn van Prins en Dingemans. Deze leveren vrijwel altijd een goede kwaliteit. Tenminste, dat is onze ervaring ermee. En ja, we zijn er gewoon heel tevreden over. En wij geven ook graag een lekker product weg. En dan kunnen we de beste beurzen, feesten en partijen kunnen we daar het beste mee verzorgen met goede producten. Een hoop spektakel hier op die beurs in Goes met volgens mij allemaal de dansers en danseressen van jouw dansschool. Ja, klopt. Jean-Vier uit Goes. Wij staan hier met een stand en we zijn gevraagd om de boel een beetje gezellig te maken met wat dansdemonstraties. Yeah. Wat je nu net zag was een cha-cha, een vrolijke Latin dans, dus dat past er wel bij. Ja, na 3 dagen beurs hier de contact in Goes hou ik het eigenlijk een beetje voor gezien. Onze kijkers, volgende week zijn er weer een nieuwe aflevering van Brabant en andere zaken hier op tv gezet. En ik zeg tot volgende week.